Nou, als je zonder goed binnenkomt, meteen speeltuin en dergelijke. Niks. Oké. Okay. Hé, hey, de mantelbal hier aan. Oh, dat is schokken. Het verblijf van de kip. Hier zal de links moeten zitten. Ah. Daar ligt hij dan. Hoppa. Hallo. Hey. Het geluid. Het Maki-verblijf. In de zonnegloed. Tweede zit in de boom. Oh, die ziet er zo lief, hè? Leuk. Oh, het is een echt ding. Ja, misschien kan ze de handje weer uitsteken, ze kop erbij aan. Ah, oh, die. Oh. Het is een leuk. En ik kwam met hij. Dat zien goed, hè? Oh. Mama, het aapje zit te drinken. Zo. Jezus. Wat een mama, mama. Ja, die pakt al graag. Ja. Mama, dat... Hallo. Je wou dat graas pakken. Ja. Oh, ik heb adem. Die hebben ook zo'n rare vlinder. Die gaan kijken als ze luizen hebben. Ja. Ontvlooien. Mama, kom eens. Mama. Mama. Ontvlooien. Die nagels zien er echt goed als onze nagels. De droogste vogels is zelf in de maag houden. Papa, kom eens. En dan heb je een boven. Ja. En dat is wel voor een boven. Het is wel een beetje als ze zijn wel een beetje verstandig. Het is al meer leuke eigenlijk. Hier laatst voor te trainen. Ja, dat staat er ook bij, want dan zien ze ook afgestaan. Ja. Dat ze dus.
Hallo? 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 Is het op zijn kop? Dat is een op in de een wat? Een emu. Maar dan moet ik met de camera even op laten zitten om met de camera te pakken. Oeh, maak je dat maar weer dat al gelukt? Mm-hmm. Ja. En daarachter zit nog een. Dat val ik op als een compliment. Ja. Ja. Door gouden en vogels. Hallo. Hallo. De Mara. Dat zijn Mara's. Wat zijn het? Mara's. Mara's. Normaal leven ze met 10 tot 20 man in een groepje. De gibbon. Het is voor de verdediging, hè? Oh, zo. Voor een picknickweide. Straks verblijf voor katachtige. Ja. Het berenverblijf. En daarachter. De beer. Ja, we zijn al een stukje dichterbij kunnen komen. Daar ligt de beer 1. En we gaan naar kijken of we beer 2 ook op de film kunnen krijgen. Nou, daar heel achter loopt dan beer 2. En aan de rok zit nog een derde beer. De beren zijn hier een stuk actiever als ergens anders in de dierentuin, zie ik al. Die zijn niet zo lui. En dan gaat hij weer de andere kant op. Kijkend naar het andere verblijf. Let zich wel eens op bij IVN, of niet? Ja.
Ja, ik weet niet of ze dat toen deden, of die van dat eens gedaan hebben. Ja. Voilà. Ja. Toch? Amerikaanse woestijnbuizerd. Zitten er een paar verschillende plekken. Zo. Roodpoot bosuil. De kerkuil. Kerkuil. De sneeuwuil. Sneeuwuiltje. Oh jee. Ja. En hij heeft daar iets in zijn bek. Een kuikentje. Voor op te eten. Voor te eten. Voedsel. En hier de arendbuizerd. Dat was het gebied van de roofvogels. Maar we zijn tegen de richting aan het lopen. Leuke dieren. Natuurlijk ook spijtuintjes hier. Verschillende plekken in het park. Hallo? Zo. Hier dan het laatste stukje van deze speeltuin zometeen. Kameeltjes. Kameel. Er zitten geen waterzakken in. Wat veel mensen denken. Een pielekop op zijn rug. Hé, wat? Een pielekop op zijn rug. Een slappe tip op zijn rug. Waar hangt die? Dus ze zijn volwassen met de vatten. Volse Robin. De schaap, de kamgoenschaap. Ja, is dat klaar? Ja. Kom, moest ik nog een drolly laten vallen? Helaas. Daar, een capybara. En daar de lama's en de schapen. Ja, er vliegen wel heel veel pollen door de lucht. Ja hoor, en zelfs zijn ze hier nog aan het bouwen. Zo, lekker aan het bouwen. Nou, ik kan er wel zeggen dat ik al zeer tevreden ben over deze dierentuin. Ja, en hier zijn we dan bij de paardjes. En ook hier nog bouwmaterialen.
En natuurlijk nog eens een keer langs de schaapjes. En natuurlijk de geitjes, de bokjes. Ah. Alpaca's. Alpaca's. Kloek, kloek, ja. En dat is de ezel. Oké, dan gaan we staan naar de wc. Ik heb daar een gevolg met de zolder. Dat is wel niet, zolder. Komt voor de toegang. Nee, dat stond op de insectenzolder. Ze hebben in het trapsel in ieder geval tot niet in de boom. Ja. Daar heb je een deukje. Een verkje. Oh. Ja, die ligt op de En hier dan de zwart oor penseelaap, de bovenverdieping. En wat zal hier nog zitten? Ook dezelfde aap. En hier zit hij nog een keer, de zwart oor penseelaap. En naar boven zit hij nog een keer. Ja, een kleine leguaan. Dan moet je hier doorheen. En hier naar boven. En dan mag je niet op de ramen kloppen. Dan zit daar een slang. Wat hebben we hier? Oeh, ik weet niet of je het kunt zien. Maar hier zit de luipaardgekko. En hier dan de nijlvaraan. Ik weet niet waar. Ik heb hem niet gezien. Hier dan de boa constrictor. Wat zou hier zitten? De ruitpython. Daar. De ruitpython. Kijk. Oh, de stekelstaart varaan. En daar, het schildpad. Wauw. En hier natuurlijk de koningsslang. Oh, wauw. Oh, moeten we bukken? Wat zit hier? Je kan niks vinden. Wat zou hier zitten? De rolstaatbeer, maar hij is niet te vinden. Hup, en bukken. Daar, nog steeds schildpad. Oh, dat is best mooi hier. Deze beestje zolder. Hier, de netpython. Wat een beest. Wat hebben we hier? De Madagaskar grondcobra. Allemaal beestjes hier. En daar de steppenvaraan.
Je ziet dieren, die heb ik nog nooit gezien. En dat allemaal op de beestjeszolder. Even kijken, oei! Ja, een grote stepper varaan. Wat een grote. Oeh, en deze helemaal, de Madagaskar grondboa. En dat is geen kleine jongen. Dan ligt er nog één. En wie hebben we hier? De tijgerpython. Deze wil je echt niet tegenkomen. Wat hebben we hier? Het dwergzijdeaapje. Oh. Nog nooit gezien deze diertjes. Prachtig. Oh, die zijn zo nieuwsgierig. Nog nooit gezien. En snel dat ze zijn. Nog nooit gezien. Wat hebben we hier? De koningspython. Daar. De koning onder de slangen. En deze is ooit gevonden in Hasselt. Hij was gedumpt door een winkel. Maar waar is die dan? Ik kan hem niet vinden. En hier, de berberschink. Wauw, de bodem van de schatkist. Leuk zo'n beestje zolder. En je moet dan de witbuikegel zetten. Ah, hij ligt daarachter in de hoek. En hier moet ook nog iets zitten. De kolonistengram. Wow. De muurgekko. Waar zit hij dan? Ik kan hem niet vinden. Jammer. En ja dan, de Afrikaanse reuzenslak. Kijk, wat een beest. En hier, de roodpoogsvogelspin. Je zult deze maar in het donker tegenkomen. Dat beest. Deze dieren zijn zeer gevoelig aan geluid. Gelieve hier zeer stil te zijn. Cher visiteur, ces animaux sont très sensibles au bruit. De Argentijnse kakkerslak. Oh. Dear visitor, these animals are very sensitive to sound. Please be very quiet in this area. Kijk hier. De dwergpaard. Nooit gezien. Mooi jij. Oh. Ik zou een schildpad moeten zetten. Maar ik heb niet gezien. Wel deze twee. Rakkers. Eerst de korenslang.
Kolemanschilp, wat was dat? En daar, hier is een aapje. Prachtig. Wat zou hier aan zitten? De boa constrictor. Waar is die? Waar zou die zitten? Schilpad. En daar achterin, daar ligt die. De boa constrictor. Prachtig. Wat een dier. Mm-hmm. Ja, dat is Suzanne maakt dat de route moeten staan. Ja, die kan verlukt door de route heen. Wacht, schat. Een stikkelvarken. En de stokstaartjes. Kijk hoe schattig, Suzanne. Oh. Niet schattig, hè? Die gaat hier eigenlijk opzetten. Ik denk niet dat ik zo bij een andere rol. Oh, schattig. Oh, kennen vosjes. Kriekmaskorbei, stinkdiertjes. Ik zou tegen het donker dat maken, zus kan niet. Zie nog tig. Ik ben niet zwart genoeg. Oké. Okay. Jammer dan. Oh, dat is een melkbus. Dat zijn er twee bij elkaar. Dat is Tikea en Canu. Die is mooi. Oh, dat is echt mooi. En de achter. Zo'n is niet chillen. Ja, ik vind het geweldig. Prachtig. Kijk eens. Kom eens, Christa, als een dier kan je niet in de liefste zetten. Ja. Stekervorken. Ja. Hop. Nee. Nee. Ja, let me mee. Ja, daar is die. De vosmangoes zit daarbij. Oh, daar hoor je nu eens weer. Ja. Vosmangoes. Stokstaart, ja, denk ik. Ja, daar is die dan, de vosmangoes. En dan hebben ze twee. Mooi, hè? Ah, nee, maar drie stokstaartjes zien. Ik heb er één. Ik ben een neefkomt en ik ja, daar zijn ze, de dassen. Maar waarschijnlijk zien ze niet op de video. Maar ze zijn er daadwerkelijk wel in deze kooi. Dit hok. Ja, de poelvos. Hij krijgt een nieuw vacht. Zijn wintervacht gaat er vanaf. Ah, dit is mooi. Mooi, hè? Daar. De zwarte. Ah, oh, het is mooi. De beermachter. Ja. De
was beer. Sorry, jongen. Daar boven. Ja, dat is mee. Ja, fantastisch. Staat er nu ook in een. Het is even wassen. Even wassen. Dat was bever. Maar dit is geen bever. Nee. Een bever ja. Heeft een platte start. Ja, een lekker red. De Zonnegloed, een heel leuk dierenopvangcentrum. Hier natuurlijk in Vleteren, in de buurt van De Pannen. Nou, dat was de Zonnegloed. Natuurlijk een zeer mooie dierenopvang, dierentuin hier in Oost-Vleteren. Zeker als je in de buurt bent, ga er zeker heen. Dat is zeker de moeite waard. En we geven natuurlijk het cijfer 9 qua dierentuinen. Dus wil je een mooie dierentuin zien? Betaalbaar. Niet gesponsord. Maar wel vol met liefde en goede medewerkers. Zeker deze dierentuin bezoeken. En vergeet mijn review niet te liken. En natuurlijk te abonneren. Tot de volgende keer. Ja, we zijn hier bij Lopsaland De Pannen. En ze zijn een achtbaan. We zijn bezig met het hotelje achter te bouwen. Hartstikke leuk. We gaan nu naar de ingang. Dus we zien jullie zo meteen bij de allereerste attracties. Ja.